Zo, ik ben even gestopt voor een filosofische. Voor een filosofisch moment. Want het blijkt alweer, wanneer je maar in je auto blijft voortjakkeren, dan bij mij althans, vind ik niet mijn filosofische trofee. Want ik kreeg in die bergen net, met die kleine weggetjes, gewoon de jeuk in mijn filosofisch stuitje. En ik ben blij dat ik hier nog even sta. En nu we hier dan toch samen zijn, op deze plek, en ik u dit plaatje wil aanbieden, kan aanbieden, is hier dan toch, blijkt dan toch dat het filosofische moment gevonden kan worden, inderdaad overal en ook altijd, alleen sta er even bij stil dan. Goed. Nou, dit is dan een plaatje waar we even dan bij stilstaan. En op het eerste zicht een ogenschijnlijk enorm eenvoudig plaatje, namelijk ik. En op de achtergrond, een beetje aan de zijkant, ik heb het plaatje, deel ik dan een beetje zo in dat ik zeg maar aan dit deel van het plaatje ben. Met hier een soort van middenscheiding. En daar dit. En de oppervlakkige waarnemer zou kunnen zeggen van hier hebben we het levende deel van het plaatje en hier hebben we het dode deel van het plaatje. Dat wil zeggen het levende en het dode in één plaatje verenigd. En ogenschijnlijk is dat zo. Is dat zo dat dit het dode is en dit het levende is. Maar als we dieper op de materie, letterlijk, ingaan, dan kun je dat gaan afvragen. Even op mijn knieën, even wat dichterbij. Want nu is het zeker zo dat ik u hier ben aan het aankijken en dat ik beweeg en allerlei biologische verschijnselen vertoon die het leven zichtbaar maken. Ja, het is heel zichtbaar dat dit leeft. Een leeuw die hier rond zou lopen, die zou zeggen van nou kijk, dat is te eten, dat leeft en dat kun je doden. Hij zou niet zijn tanden een stuk bijten onmiddellijk op dat stuk rots. Maar materieel, in feite heel materieel hè, gezien, meer op detail, ligt de zaak misschien dan toch iets anders. Want waar bestaat dit nu eigenlijk uiteindelijk uit? Het bestaat natuurlijk uiteindelijk uit moleculen. Nee, niet veel andere moleculen dan de moleculen waar dit ogenschijnlijk dode steen uit bestaat. Dus op het niveau van de molecuul is er niet echt een onderscheid te maken in termen van leven tussen deze rots en dit lijf. Dus puntje bij paaltje is leven niet in termen van materie te definiëren. Althans, niet materie op dat niveau. De opdracht van nu is, toon leven in niet-materiële vorm. Kijk. Nu wordt het interessant. Ik heb deze plek uitgekozen voor dit verhaal om twee redenen. Ten eerste, vanwege de mooie achtergrond, waarin dat verhaal mooi gebracht kon worden. En de tweede, ja, kijk er nu al naar. En de tweede is dat plaatje. En dat is eigenlijk al een voorbeeld van het tonen van leven in niet-materiële zin. Sterker nog, in het niet. Toon het leven in het niet. Ik pak de camera. We gaan even naar de plek. En ik richt de camera op die plek. Hier stonden allemaal bomen. En die bomen zijn er nu niet meer. En het niet aanwezig zijn van die bomen doet ons nog meer aan de bomen denken.
Daar staan ze, wit, op een rijtje. Als soort van toeschouwers. Ja, zij staan er als getuigen. Getuigen, dat is het woord. Zij zullen getuigen van deze slachting. Dat mag je wel zeggen. Er stond hij natuurlijk vol met bomen, zoals zij. En nu is het gewoon één grote slachtpartij. Nou, dat gevoel, dat voortkomt uit het niet meer aanwezig zijn van al die bomen. Dat bedrukkende gevoel dat er eventueel ook nog uit kan voortkomen. Dat kan alleen maar gebracht worden door die verwijzing erdoor naar het leven. Het leven dat er nu niet meer is. Het leven dat in het niet getoond wordt.